Ten eerste moet ik wel aangeven dat er zeker niet alleen om Slans Hospitaal gaat, maar het gaat zeker voor de drie organisaties waar ik leiding geef, namelijk de Marwina Ziekenhuis, Slans Hospitaal en Wanica. Wanica moet ik me wel haasten dat ik morgen pas weer een vergadering met de mensen zal beleggen. Maar tot nu toe zie ik er twee ziekenhuizen die via de ALV hebben besloten om in actie te gaan. Dat is in Marwina en Slans Hospitaal. En of u mij vraagt, kan ik de mensen wel begrijpen. 28 jongsleden hebben een vergadering belegd. En we hebben van daaruit de mensen voorgehouden wat er zich afspeelt. Maar u moet weten, tenminste wanneer de regering rekening zou houden met het gelijkheidsbeginsel, dan zou men moeten weten, zeg, van wanneer je aangeeft, dat dat een spin-off effect zou hebben naar de rest toe. En dat kan ik het bestuur van zeker de drie bonden niet veroorloven om de gemoederen te benaderen. Vanmorgen hebben we een spoed ALV gehouden en zeker weten de aantal jaren dat ik leiding hier geef, is het voor het eerst voorgekomen waar men geen enkel dispensatie wenst te verlenen. En ik kan me best wel begrijpen. U moet weten, de situatie in dit land nu is echt super nepend. De meeste mensen kunnen niet meer uitkomen met hun salaris. Benzine is verhoogd, alles is verhoogd. En wanneer de regering er niet voor kiest om tenminste te communiceren, dan moet u weten wat er zich kan voordoen. En dan moet u weten dat het super nepend is en mensen hebben geen ruimte meer om te luisteren naar de bond. En wij als bestuur, we hebben geen andere keus. Omdat wij in principe opkomen voor de medewerkers. Tegelijkertijd houden we ook rekenen met de organisatie. Maar u moet denken, niet elke keer zal de patiënt centraal gaan staan. Ik geef alleen een aantal jaren hier. Altijd hebben we rekening gehouden met de patiënten. Maar vandaag heb ik de mensen met een ander gedrag gezien. Ik heb vandaag mensen gezien die nooit een vergadering hadden ooit bezocht. Nooit. Alhoewel ze lid zijn, maar vandaag waren ze allemaal massaal. Gaat het om het verplegend personeel alleen? Totale personeelsleden. En hoe is de dienstverlening? Nou, tot nu toe weet ik niet echt, maar ik denk dat hier en daar heb je misschien de afdelingshoofden en de studenten. Ik heb mezelf nog niet georiënteerd omdat per slot van rekening alles gaat ook aan je lichaam. Ik ben hier en daar ook bezig. Dus die rust heb ik even nodig. Dus ik heb zelf nog geen oriëntatie. Maar wat ik me wel heb laten vertellen, hebben de mensen de plek wel totaal verlaten. En zelf de middagdienst en nachtdienst is niet gegarandeerd. Dus bij deze wil ik aangeven aan de regering, tenminste richting regering. Het zal puur van hun afhangen om zo snel mogelijk de bonden uit te nodigen om tenminste met de oplossing te komen. Want de feiten, althans de zaken die men vraagt over drie dingen namelijk. Althans voor Slaans Hospitaal minimaal 8.000. En zeker een vervoerstoelage die we reeds hebben getekend, die we nog steeds tegoeden niet hebben mogen ontvangen. Dat men daarin inkomt en dat de onderhandeling van 2021 terstond wordt hervat. Dat zijn de drie punten die men nu opeist. De regering heeft nog geen contact opgenomen? Tot nu toe niet echt. Met de directie heb ik wel. Ik heb nog net een brief. Waarschijnlijk is antwoord wat wij geschreven hebben. Maar gezien regeringszijde hebben we nog geen contact gehad. Is er misschien een ultimatum gesteld aan de regering van als jullie niet per zo'n dag contact opnemen of zo, dan blijft alles gewoon plat? Nou, ik denk, de mensen, dat zeg ik toch, gegeven ogenblik waren de gemoederen zo verheerd. Ik heb geprobeerd om de mensen op andere gedachten te brengen, maar het is helaas niet gelukt. Men zegt gewoon, voorzitter, wij komen pas weer werken wanneer de regering dit doet. En het zijn de drie punten.